Een goedemorgen. Weer terug in Nederland. Nou ja, ik was gisteravond al in Nederland, maar te moe om het filmpje in elkaar te zetten. En dat ga ik zo meteen doen. Dus ik krijg vandaag twee filmpjes. Wat ga ik doen vandaag? Nou, ik ben hartstikke moe. Ik heb gisteren 10 kilometer gelopen. Ik heb... Ik denk dat ik maar eens een keertje bij mijn vriendin blijf. Dus ik denk dat ik vanavond bij Punky blijf, hè Punk? Punk die kwam ook vannacht mijn slaapkamer in en ik kreeg een likkie. En toen ging ze weer. Dus ik denk dat hij ook een beetje aandacht moet hebben. Na al het trainen en andere dingen. Ik woog gisteren 110 kilo, dus ik ben nu in de aftelperiode. Wat heb ik als ontbijtje? Ik heb als ontbijt heb ik twee krekkertjes met Berliner leverworst. Berliner worst, dat weet ik veel hoe dat heet. Maar dat heb ik dus als ontbijtje. En ik ga ontbijten. En ik ga wat doen. En ik ben echt nog moe. Want ik kan wel twee of drie kilometer op die loopband lopen. Want het is toch anders dan over kinderhoofdjes. Jezus. Ik had ook de verkeerde schoen aan. Ik heb hele dure sneakers. Ik heb ooit eens gefotografeerd van iemand. Die kon het niet betalen. En toen heeft hij uit zijn collectie sneakers heeft hij, mij maat gegeven. En hij zegt, ja, je loopt net of je op blote voeten loopt. Nou, echt wel. Er zit echt helemaal niks in. Het zijn geen lekkere schoenen om te lopen eigenlijk. Ik had zoiets gisteravond van deze gaan meteen de vullersbak in. Ja. Sneakers van 300 euro. Is ook een beetje schoon. Dus, nou. Ik ga eten en ik zie u later. Goedemiddag. Ik heb niks gedaan. Ik heb mijn post gedaan van gisteren. Ik heb dingen gedaan. Want ik ben niet wezen trainen, ik ben niet wezen lopen. Ik heb wel een ontzettende spierpijn van de 10 kilometer van gisteren. Dus, nou, in ieder geval, ik doe vandaag helemaal niks. Ik ga zo meteen nog even de krant lezen van gisteren. Ik kan me ontzettend kwaad maken over Parijs. Maar dat heeft geen nut. Ja, ik heb wel een oplossing hoor, maar als ik die zeg, dan ben ik gelijk haatdragend. Want al die gasten, ik zeg het toch. Er is maar één oplossing. Al die gasten die door de veiligheidstroepen worden, of veiligheidsdiensten, worden gescreend. Allemaal oppakken, in vuur gooien. En allemaal uitdelen een bomgordel. En dan mag ze random, mag ze zo'n afstandsbediening pakken. Die moeten ze wel ingedrukt houden. Want als ze hem niet indrukken. Dan vliegt hun, of hij, of zij, of wel weet het, zijn vriendje, de lucht in. Dit is net niet dat het gaat aan het gebouw is, maar dat ze wel de botjes bij elkaar kunnen vegen. Dat doen ze bij ons ook. En het is een drastische maatregel, maar ik vind die moet gewoon genomen worden. En vanmorgen las ik ook in op sociaal media. Er wordt nog eens gescreend of er mensen zijn die daar gevochten hebben. Voor of tegen Assad. Misschien lopen er wel oorlogsmisdadigers tussen. Ik ga er met dit niet meer druk om maken. Ze zoeken het allemaal lekker uit. Maar mocht het heel dichtbij komen hier in de Zaanstreek, dan zijn ze mij. Dus ik ga lekker eten. Ik heb een heerlijke, gisteren
twee keer noedels gegeten hebben. Ja, er was niks anders. En ja, ik zag die salades aanleggen. Nou, ik voel niks. Dus ik heb twee keer noedels gegeten. Eén keer op het station en één keer in zo'n noedel to go. Het was best lekker, een beetje vet, maar ach, je leeft maar één keer. En ik ga maandag weer, tot en met vrijdag ga ik weer lekker trainen. Dus, die noedels die loop ik er wel uit. En die heb ik gisteren ook al een hele eind aangelopen. Dus, nou, wat heb ik voor vandaag? Ik heb lekker een omeletje. Eigenlijk is het een boerenomelet. Zonder aardappeltjes. Er zit in. Ik zal hem even laten tonen. Er zit in. Paprika. Ui. Champignons. Geraspte kaas. En ei natuurlijk. Geklust ei. Heel simpel te maken. Maar wel ontzettend voedzaam. Dus dan kennen we het er vandaag weer tegenaan. Dus. Ik ben, er werd mij steeds gevraagd om de recepten die ik op Facebook zet. Ik heb daar nou een oplossing voor gevonden. Ik zet nu alles op een foodblog. Gewoon te vinden bij Robert's Wereld, WordPress 2. Dus daar zet ik een foodblog op. En dan kijk ik allemaal. Ik ga hem dagelijks doen, want ik gebruik wel de recepten van alle handen, maar ik geef er altijd even mijn eigen draadje aan. Dus, en soms heb ik recepten die ergens anders vandaan komen en ik kan er niet op zetten. Dus ik ga vanaf vandaag een foodlog zetten. En dan af en toe een verhaaltje erbij. Dus. Ik zie jullie vanavond. Een goedenavond. We zijn weer aangekomen bij eten we vanavond? Nou, we eten vanavond forel. Gewikkeld in Koeberg ham. En dat doen we à la papillot. Dus gaat nog in een soort zakje. Die je zelf maakt. We hebben erbij als groente een pittige broccoli. Die heb ik al een keertje gemaakt, dus daar weet u alles van. En met koolrabi frieten. Dus, nou, wat hebben we nodig? Nou, als we een forelletje gaan maken, dan hebben we natuurlijk een forel nodig. Dit is de Koebergham. Duits ham is dat. Dit is voor de friets. Koolrabi. Zijn al gesneden. Kruid kun je zo kopen in een zakje. Dit is broccoli. En voor het sausje hebben we nodig sambal. Ketjap manis. Of sojasaus, net wat je in huis hebt. En rode peper, om het een beetje pittiger te maken. En een gember. Die moet je schillen en zo dun mogelijk snijden. Ik heb, ik maak tegenwoordig ook een foodlog. Kun je het allemaal nalezen. Er staat heel een recept op. Dat zal ik onder de foto zetten. En het, als je geen Facebook hebt of geen vriendje van me, dan staat het onder Robert's Wereld / WordPress 2. Daar kun je het hele recept vinden. Dus ik ga koken. En ik zie u later. Goedenavond, we zitten weer aan tafel. En ja, wat heb ik gedaan vandaag? Nou ja, opgeruimd. Ik heb mijn papieren opgeruimd. Ik heb
Ik heb heerlijk een beetje op de bank gelegen. Ik heb een beetje op Facebook gezeten. Nou ja, op Facebook hebben we gezet. Van, ik ben niet bang voor die mogen wel gekken met de baard. En die Ali Akbar roepen. Nee, daar ben ik niet bang voor. Wat gaan we... Dus. En dan heb je ook nog andere die zeggen... Ja, dit is niet mijn islam. Ja, hier. Dikke veter. Dus. Maar ik maak wel even verder niet meer druk, want het is ver van mijn huis. En dan komen ze hier in huis. Dan komen ze hier dichtbij. Nou, ik heb een riek staan, dus... dat doet aardig oud. Nou. Wat heb ik vanavond? Ik ga eten vanavond heerlijk. Want ik heb een salm of een ton. Nou, een forelletje. Daar heb ik ze allemaal gehad, salm, ton. Maar ik heb een forelletje. En die heb ik in een zakje gedaan. Met karpertjes, kappertjes. Koebergham eromheen gewikkeld. Binnenin zit, ja, u raadt het al, een knoflookje. Dan heb ik broccoli met een heet sausje en een shallotje erover gesnipperd. En ik heb friets gemaakt van koolrabi, dus niks vets. Dit is het hele plaatje zo. Nou, dat ziet er toch schitterend uit. Wat ga ik vanavond doen? Ja, ik weet het niet. Ik ga misschien even darts kijken. En dan... dat is het. Ik voor het eerst weet ik echt gehoord niet wat er op die televisie komt. En de laatste tijd is er bijna niks meer op die televisie. Dus ik ga lekker zitten lezen. Niet in een of andere receptenboek of zo, maar over fitness en muzzels. Dus... Nou, ik wens u een hele prettige avond en een goede nacht. En dat we morgen elkaar weer mogen zien. Dus. Oh ja, mijn foodlog, dus waar je het hele recept kan vinden. Dat staat op roberswereld.nl/wordpress2. En dan ziet u vanzelf verschijnen. Dus. Nou, we wensen jullie een hele prettige avond. Doei!